met Sander van der Horst aanvoerder. Uit bij Odin 59 startte hij al in de basis, maar afgelopen zaterdag uit bij Jordan Boys mocht hij weer plaatsnemen op de bank. Hoe vond hij dat het afgelopen dinsdag ging? Ja, het ging wel aardig. Lastige tegenstander. Speelde verdedigend en compact. En is de taak om rustig en de bal goed rond te laten spelen en wachten op de mogelijkheden. Twee weken geleden startte je in de basis tegen Odin 59. Had je toen ook bij jezelf zoiets van, ja, dit is het moment om mijn kans te pakken? Ja, eerlijk gezegd wel. Ja, en dan is het afwachten wat de week erop gebeurt. En dat is helaas niet in voordeel van mij uitgepakt. Maar vind je ook dat je die kans in die wedstrijd hebt gepakt? Ja, je hebt een lekker gevoel van de wedstrijd. En dan staat het verder aan de trainer om te bepalen wat hij doet. Ja, wat was jouw opdracht die wedstrijd? Die wedstrijd van Odin? Ja, via het middenveld voetballen en controleren. Nee, is het gelukt? Ja, ik vind het wel. Ja. Vond de trainer ook? Daar heb ik hem niet over gesproken. Ja. Dan sta je naast Hendrik van Beelen. Ben jij dan op je best? Hendrik is een goede voetballer waar je het mee op kan trekken. Ja, of ik dan op mijn best ben, ik weet niet of het verschil is met andere spelers. Ja. Heb jij een bepaald type naast je, heb je daar voorkeur voor? Nee, niet echt eerlijk gezegd. Zaterdag wacht dan Zwaluwe 30. Zit je bij de selectie? Dus afwachten. Ik weet het nog niet. Ja, dan staat de afgelopen zaterdag Dirk van der Plas in de basis. Heb je je daarover verbaasd? Natuurlijk is het moeilijk dat je weer die kans niet krijgt. Ja, dan is het de taak om rustig te blijven, geduld te houden. En hoe moeilijk dat ook is. Ja, maar is dat niet raar dat iemand naar een bruiloft gaat en dan de volgende week er gewoon in de basis staat? Is dat raar? Ja, dan moet je niet bij mij zijn. Ik bepaal het niet. Zoals gesproken, Thomas Dijk mocht ook weer invallen tegen Jordan Boys. Is hij de man in vorm? De laatste paar weken ben ik al in vorm. Ja, kan ik wel zeggen. Ik denk dat ik dat nog wel beter kan. Ik weet wel zeker eigenlijk. Maar ik voel me goed en het gaat lekker. Dus ik hoop dat ik dit vast kan houden de komende jaar. Ja, is dat een verklaring voor dat het goed gaat? Verklaring. Ja, niet echt. Ik denk dat het mijn probleem was dat het vooral tussen de oren zat altijd. En dat ik me... Ja, best wel een perfectionist wat dat betreft. En als iets fout gaat, dan kan ik mezelf wel eens helemaal uit de wedstrijd... praten. En ik heb nu de laatste tijd voetbal ik lekker met mijn hoofd leeg en lukt het me ook om gewoon positief te blijven. En ik denk dat dat wel een belangrijk aandeel heeft waarom het nu zo lekker gaat. Wat vond Wilfred van Leeuwen van de invalbeurt van Thomas Dijk? Ja, maar al die gasten vielen goed in, dus ik heb nooit enige kritiek op de invallers over het algemeen. Is een trainer daar cruciaal in bijvoorbeeld? Ook. Trainer, die geeft me vertrouwen en... Ik denk sowieso dat hij een hele goede man is voor de groep. Jonge trainer ook, dus hij kan goed met mensen omgaan. Dus dat scheelt ook een hoop. Ik voel me ook goed, zowel binnen als buiten het veld. En daar is hij zeker ook belangrijk in. Ja. Kijk je naar de buitenspelers, Jaap van Duin, Duarte, Leandro, Dick van der Toorn en dan Thomas Dijk. Had je voorafgaand aan het seizoen gedacht van, joh, ik ga minuten maken in één zo vroeg al? Nou ja, zo vroeg al misschien nog niet. Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, had ik dat niet gedacht inderdaad zo vroeg gaan. Maar er is mij vaak gezegd dat ik gewoon vooral naar mezelf moet kijken. En dat doe ik nu ook. En zo zul je zien dat ik zeker nog niet afgeschreven ben in ieder geval. Dus. Nee, ben jij de beste linksbuiten? Beste linksbuiten. Ik bedoel, selectie is heel breed. En zeven buitenspelers. Ik ben ook niet de specifieke linksbuiten. Ik bedoel, op allebei de kanten kunnen we alle zeven denk ik heel goed uit de voeten. Dus ja, iedereen heeft zijn eigen kwaliteit. En ik wil niet zeggen dat ik de beste ben. Zeker niet. Nee. Zaterdag mocht je invallen uit bij Jordan Boys. Men ging meer risico nemen. Is dat gelukt volgens jou? Ja, dat is zeker gelukt. Verdedigen eraf. En gewoon meer op één op één spelen. En meer druk naar voren toe. En je hebt het gezien. Het resulteerde meteen in twee doelpunten. Dus dat is zeker wel gelukt. Ja. Wat zei Van Leeuwen voorafgaand in jouw invalbeurt? Die man opzoeken bijvoorbeeld? Ja, man opzoeken. Hij zei eigenlijk niet zoveel. Hij zei, je staat links buiten. En ga er maar gewoon langs. 3-2 winst, onder andere doelpunt van Thomas Dijk. Van waar de oefenwedstrijd afgelopen dinsdagavond? Omdat op Robert-Jan Ravensbergen nou heel de groep fit is. En wij vinden dat ook de spelers die op zaterdag minder dan een helft spelen ook een minuut moeten maken. Ja, tevreden? Ja, wel tevreden. We hadden een vrij jonge ploeg. En bij Vlagen deden we het hartstikke goed. Het is jammer dat je niet iets meer doelpunten maakt, dat je die aanvallen niet wat beter uitspeelt. Maar... Ja hoor. Merkte je ook dat het een jonge ploeg was vooral?
Ja, jong en druistig, hè? En daar hou ik wel van. Ik bedoel, we weten allemaal waar we mee bezig zijn. En dat willen we bij 1 en 2 hetzelfde hebben. En dan kan je niet volle bak druk spelen, want dat doen we bij het eerste ook niet. Dus met name hebben we gehamerd op de organisatie, ook in balbezit. Dus op het moment dat we de bal verliezen, dat je niet gelijk in een counter loopt. En dat gedeelte zag er in ieder geval goed uit. Ja, voor 80% was het vanavond eigenlijk misschien een beetje het tweede. Waarom werd er zo weinig gescoord? Ja, ik denk dat de momenten dat we doorkomen van de zijkant, dat we nog iets meer het overzicht moeten houden. En met name de eerste helft hebben we voor de wedstrijd afgesproken dat we iets meer moeten gaan proberen om via de combinatie door de laatste lijn van de tegenstander heen te snijden. We hebben geen Oniyek in de spits staan op dat moment. Dus elke voorzet van de zijkant, we hebben geen kopper voor de goal. Dus dan moet je het op een andere manier gaan zoeken. En dat is ook een proces wat ze moeten leren. Ja, hoe bedoel je dat? Oniyek niet voor de goal? Nou, kijk, als je Oniyek voor de goal hebt, dan kan je wat makkelijker een voorzet brengen. Dat hij met zijn hoofd erin loopt. Alleen, Jaber is een ander type spits. En die moet je dan ook op een andere manier gaan zoeken. En dat hebben we wel geprobeerd. En dat kwam er niet altijd uit. Ja, zaterdag, Zwaluw 30. Wat verwacht je ervan? Ja, we hebben een analyse van ze en ik weet het niet. Het is een behoorlijke ploeg met een goede voorroede. Maar goed, wij doen gewoon ons eigen ding en gaan spelen voor de 3 punten. Ga je veel wijzigen, denk je? Nou, dat weet ik niet. Dat weten we in de loop van de week. Ja. Was je tevreden afgelopen zaterdag? Ik was met een aantal dingen wel tevreden. Met name hoe wij mentaal een aantal dingen hebben opgepakt tijdens die wedstrijd. Hè? En, ja, met name dat heeft ons wel tevreden gestemd. Kijk, voetballend gingen een aantal dingen goed, gingen een aantal dingen wat minder. Maar met name het mentale gedeelte na de 1-1, daar hebben we wel van genoten.